Monumentendag op kasteel Hoekelum in Bennekom en de open dag van Cultura zijn de onderwerpen van deze uitzending. En in onze agendarubriek Ook Mooi willen we weer uw aandacht vestigen op een aantal evenementen in de gemeente Ede. Welkom bij het kunstprogramma van Ede TV, Mooi Zo. Hoekelum is niet alleen een kasteel, maar ook een landgoed. En het thema van de monumentendag van dit jaar is Groen van Toen. Wordt er in Hoekelum met dat thema omgegaan? Mensen gaan vandaag een rondleiding volgen, zeg maar, over het landgoed heen. Dat gebeurt met het Gilde. Die doet het hele jaar door, zeg maar, rondleidingen. Die zal vandaag meer de nadruk ook leggen op het buitengebied. Daarnaast is er een huifkarrentocht vandaag voor de kinderen. Die zal rondgaan langs alle panden die van origine nog bij het landgoed van het Gelders landschap behoren. Het is leuk om te zien, om het pand te kunnen laten zien een keer van binnen. Het is natuurlijk normaal niet toegankelijk voor mensen die niet een feest hebben geboekt. Henk van E, je hebt zelf gewoond hier in Hoekelum. Dat klopt. Ik heb hier bijna 25 jaar gewoond. Ik ben hier 1 januari 88 komen wonen als beheerder van kasteel Hoekelum. En ik zeg welk kasteel Hoekelum? En dat zal ik u vertellen. Wij hebben namelijk onze fundering onder zijn muren van een meter dik. En doordat die vestingmuren een meter dik zijn, mag het kasteel genoemd worden. En waar diende dat kasteel hier vroeger voor? Vroeger was allemaal adellijke familie. Maar in 1946 is dit het Luthers Buitencentrum geworden. En we doen nu dus heel veel aan huwelijksvoltrekkingen. We doen aan feesten. We doen aan recepties. We hebben cursisten zitten. En wezen doen we nu alles. Maar als ik zo naar het gebouw kijk, hè, dat is klassicistisch. Dus niet middeleeuws. Is dat oude middeleeuwse kasteel, is dat vernietigd? Wat is er gebeurd? Nee, dat was eigenlijk een heel klein gebeuren. En als u bij ons beneden in de gewelven gaat kijken, kunt u dat nog zien. Er was vroeger in 1325 was dat een kelder met daarbovenop een huiskamer. Wat nu dan de muziekkamer heet, maar dat stond er toen, meer stond er niet. En ze zijn daar telkens verbouwingen in gaan doen. En de laatste verbouwing is eigenlijk gebeurd in 1914, 1917. En daar ziet het nu ook naar uit. Hè. Die buitenmuren, toen is het groter gemaakt. We hebben een boel meubels ook van voor 1900 en daarna, 1910, 1914. En we hebben dus alle schilderijen, portretten, die van eigenlijk vanaf 1500, de bewoners, hebben de portretten van. En die hangen rondom door het kasteel heen aan de wanden. Dit is de kelder van kasteel Hoekelum. Gebouwd in 1325, inclusief de ruimte hierboven. We zien hier een aantal gewelven. Is dit nou allemaal origineel? Die gewelven zijn origineel, ja. Er is uiteraard allemaal aangebouwd en bijgebouwd. Maar deze ruimte is toch echt origineel uit de 14e eeuw. Echt middeleeuws nog. Het is de periode dat baksteen hier in gebruik is gekomen. Het is ongeveer een jaar of 1250 werd dat in gebruik genomen. In die tijd werden alle huizen nog gebouwd van hout en leem. En dit is een van de weinige panden uit die periode die in steen zijn opgebouwd, in baksteen. En vandaar dat het ook toen een versterkt huis heette. Waar werd deze ruimte voor gebruikt in de middeleeuwen? De personeel zat hier. De eigenaar die woonde boven ontving daar zijn gasten en sliep daar. En hier was de keuken en hier was het personeel. We staan hier op de begaande grond, de meest zuidelijke zaal van kasteel Hoekelum. Wat is dit voor kamer? Dit is nu een eetkamer. Wordt veelal gebruikt voor etentjes, recepties, dat soort dingen hier plaatsvinden. Dat is pas later gekomen. Dus dan zitten we zo pas eigenlijk rond het jaar 1950 in de verbouwing van toen, dat het zo eigenlijk gemaakt is en op deze manier gesitueerd is. Voor die tijd waren het 2 kamers, en hier op 2 deuren zitten. De kant waar we nu staan van deze kamer was eigenlijk de kamer van de baron. De andere kant was de kamer van de baronesse. Zo strikt was het overigens weer niet. Vaak was dat aan die kant met het mooie uitzicht meer de kant voor het zitten en de kant waar we nu staan het eetgedeelte. We staan hier voor het portret van een van de barons van Wassenaar in de muziekkamer. Waarom heet dit muziekkamer? Vanwege de ornamenten die hier zijn aangebracht in de 18e eeuw. En het thema muziek, dat, als je rondkijkt ziet u dat er verschillende muziekinstrumenten op de muur zijn aangebracht. Vandaar de naam muziekzaal.
Dat is allemaal nog origineel, dit stukwerk? Ja, dat is allemaal origineel. Ja, klopt. En wordt het ook gebruikt voor muziekuitvoeringen? Nee, tegenwoordig doet het voornamelijk dienst als trouwzaal. En daar kennen de meeste mensen me ook wel van, denk ik. Zomer voorbij, tijd voor Cultura, tijd ook voor het theater. Ja, dat is het zeker. Eind september begint het theaterprogramma weer. Hoe ziet het eruit het komende seizoen? Nou, het is een heel divers programma, zoals mensen natuurlijk wel van ons gewend zijn. We hebben van klassieke muziek tot lichte muziek, jazz, maar ook toneel, theater, kindervoorstellingen. Ja, van alles. Ja. Samenwerking ook met andere theaters in de regio? We werken samen met de Unishof. Tenminste, we hebben daar veel gesprekken mee van wat we voor elkaar kunnen betekenen. En zeker in de communicatie zullen mensen dat merken. Dat onze advertentie, die wekelijks in de Edestad staat, dat daar ook een combinatie is gezocht met de Unishof. Vult de Unishof aan waar het in Cultura aan mankeert, of hoe moet ik dat zien? Nou ja, Cultura is natuurlijk een kleiner theater dan de theaters in de regio. De Unishof heeft een grote zaal. Cultura heeft een kleinere zaal. En daarom kunnen sommige artiesten niet in Cultura optreden. Wel in de Unishof. En zo krijg je een completer beeld. Cultura en Unishof vullen elkaar goed aan. Het gaat goed met Cultura. Wij zijn dit jaar voor het eerst begonnen met een nieuw aanbod voor educatie, muziek. En wij hebben veel meer aanmeldingen dan vorig jaar. Dus wij zijn er ontzettend blij mee. De nieuwe basiscursus sluit echt aan. En daar zijn nu 103 leerlingen voor. Dus ik ben oprecht trots op mijn medewerkers. Open dag in Cultura heet nu eigenlijk de uitmarktcultura. Een hele andere opzet? Jawel. Ja, we hadden een open dag die was vaak voor muziek en we hebben niet gekeken naar verschillende doelgroepen, terwijl je toch heel duidelijk ziet dat kinderen een andere behoefte hebben dan volwassenen. Dus van het jaar voor het eerst hebben we een dag voor kinderen en een dag voor volwassen burgers. En we hebben hem gecombineerd met het theater, dus het nieuwe seizoen, de Zapservice van wat is er allemaal deze winter te doen in Cultura, gecombineerd met het programma voor educatie. Heeft Cultura ook last van de bezuinigingen op de cultuur? Dat hebben we allemaal. Ja, het is de tering naar de nering zetten. We kijken heel goed naar de kosten. We kijken heel goed naar wat moet wel, wat moet niet. Om daar de burger zo weinig mogelijk mee te belasten. Maar ja, we hebben er wel last van. We hebben dit jaar toch wel een hele unieke lesvorm ontwikkeld. Daar zijn we vorig jaar heel intensief mee bezig geweest. Dat noemen wij de basiscursus. Dat is eigenlijk ook voor kinderen vanaf 7, 8 jaar. Waarin zij instrumentaal onderwijs krijgen, maar gekoppeld aan dat instrumentaal onderwijs ook een soort van klassikale les daaraan gekoppeld, waarin je alle mogelijke dingen kwijt kan die je aan grotere groepen ook kwijt kan. Nu is Cultura niet meer de enige muziekschool in Ede. Dus muziekscholen reizen de pan uit, komen als paddenstoel uit de grond. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, dat is van alle tijden eigenlijk. Hè. Wij hebben een onbeschermd beroep. En als jij morgen op je deur een bordje wil zetten dat je pianodocent bent, dan mag dat. Dus we hebben altijd naast elkaar bestaan. Het is, ik herinner mij van vroeger ook, je hebt de privépraktijken, de popschool is er, de nieuwe muziekschool. Ik denk dat het Cultura is Cultura en Cultura blijft Cultura. We hebben zo verschrikkelijk veel te bieden. En we hebben zo een geweldige entourage waarin je kunst kan beleven en kunst kan, kunst kan maken zelf ook. Daar zijn wij niet zo bang voor. In het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo zijn oud-Hollandse stadsgezichten te zien van Cornelis Springer en Karel Klinkenberg. Veel van hun schilderijen zijn op tegeltableaus gezet. Ook is uniek werk van de bekende tekenaar Anton Pieck te zien. De expositie duurt tot en met 28 oktober. In Huis Kernhem exposeren van 13 tot en met 28 oktober een zevental kunstenaars. Te zien is werk van onder andere Ineke Schippers, Carla Kamstra en Birgit Pedersen. Ook in Huis Kernhem is er op zondag 21 oktober weer een koffieconcert. Deze keer is te zien en te horen de pianist Frederik Voorn.
Aanvang van het concert is 12 uur. De toegang is 7,50, inclusief consumptie. We gaan naar Galerie Zuid aan de Molenweg in Harskamp. Tot en met 3 november is daar een herfsttentoonstelling. Te zien zijn pasteltekeningen van Beatrice Martinets, Kokkie van Buren Kooi met acrylschilderijen en pastels, Greet Rondhuis met acrylschilderijen en bronsplastieken van Yvonne van Preen-Wiese. Dit was weer Mooi Zo, het kunstprogramma van EdenTV. Wilt u reageren, dan kunt u mailen naar mooizo@edentv.nl. Graag tot de volgende keer.